Zo, Jordi, morgenavond het duel met Gil Vicente thuis. We hebben inmiddels twee rondes gehad. Hoe vind je de Europese campagne tot nu toe? Leuk. Het is natuurlijk wat je graag wil als club zijnde, als groep zijnde. Je wil graag Europees spelen, dus veel wedstrijden in korte tijd. Maar dat is denk ik voor ons alleen maar leuk. En dat je dit soort tripjes mag maken, naar het buitenland, weer terug. Het zijn drukke weken, maar je hoort ons niet snel klaar. Nee, hoe zie je de ontwikkeling in de groep? Nou, ik denk de laatste weken dat het in een stijgende lijn gaat, denk ik. Ik denk dat we er goed in zitten. Ook qua resultaat natuurlijk. Dus dat helpt natuurlijk ook altijd wel een stukje mee. Maar ik proef en voel dat het goed bij de groep zit. Iedereen heeft veel vertrouwen in elkaar. En ik denk dat wij alleen maar nog kunnen doorgroeien en stappen kunnen gaan zetten nog. Ja, vorige week wonnen we dan hier met 7-0 van Dundee United. Was dat een uitslag die je terecht vond? Of vond je hem geflatteerd? Of vond je hem... Ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk uiteindelijk zijn we gewoon terecht door. Dat is wel natuurlijk duidelijk. Alleen die dag was gewoon, we waren heel efficiënt. En elke doelpoging of elke keer wanneer we bijna bij het doel kwamen, lag hij erin. En dan maak je jezelf natuurlijk heel erg makkelijk in dit soort wedstrijden. Dus uiteindelijk gewoon volledig terecht door naar deze ronde. Ja, als je dan Dundee zou vergelijken met Gil Vicente. Dan is het natuurlijk nog maar de eerste wedstrijd morgenavond. Maar kan je dat met elkaar vergelijken? Hoe zie je die? Dat durf ik echt niet te zeggen nog. Dundee was natuurlijk met name thuis heel sterk. Het publiek natuurlijk erachter. En hier waren ze een stuk minder. En waren wij denk ik gewoon echt onszelf. En van de aankomende ploeg hebben we wat beelden al bekeken. Maar dat zullen we vanavond en morgen nog verder analyseren. Dus ik durf daar niet een gok op te zetten. Nee, verwacht je wel een typisch Portugese tegenstander? Ja, vaak zijn het de ploegen die willen voetballen, ja. Maar ook vaak ploegen die fysiek de strijd aan kunnen gaan. Dus het zal denk ik een mix van beide zijn, maar het zijn vaak handige spelers natuurlijk, Portugezen. En verder weten we niet heel erg veel nog van ze, dus het is toch wel een mooie wedstrijd. En we spelen thuis, dus je wil natuurlijk gelijk een goed signaal afgeven. Ja, nu speel je sinds een aantal wedstrijden in een iets andere samenstelling op het middenveld. Want voorheen was dat natuurlijk met Frederik en met Dani. Nu is dat Tijani en Dani. Hoe is die band? Goed, het kan natuurlijk altijd beter, dat is duidelijk. Je hebt altijd momenten en fases in de wedstrijd. Je denkt van nu hadden wij dit beter kunnen doen. Met name ook op beelden kan je dat dan af en toe zien. Maar ik denk prima. Ik denk dat Tijani pakt natuurlijk Frederik's rol over. Nou, ik denk dat hij het fantastisch doet. En ik denk dat hij alleen nog maar meer stappen kan en zal gaan zetten. Hoe meer wedstrijden hij zal spelen, hoe sterker die gaat worden, hoe beter die gaat worden. Dus ik denk dat het middenveld nu goed in elkaar zit. Ja, die klik is er wel. Ja. Ja. Tot slot, het gaat dan buiten het AFL-stadion gaat het heel vaak dan over de coëfficiëntenlijst. Hè? Dat we punten moeten halen met Nederland en met de Nederlandse clubs. En hoe beter we dat doen, hoe betere positie we uiteindelijk hebben. Ben jij daar eigenlijk mee bezig? Oh, nee, totaal niet. Alleen natuurlijk aan het einde van het seizoen telt natuurlijk wel altijd mee. Dat zie je afgelopen jaar natuurlijk ook. Uiteindelijk word je vijfde. Ja, je moet drie voorrondes spelen. Ja. Dus dat telt natuurlijk aan het einde van het seizoen altijd mee. Maar in deze fase denk ik zijn wij daar totaal niet mee bezig. En wij willen gewoon graag de groepsfase halen. En dat is het enige waar wij op gefocust zijn. Niet op dat soort punten die nu eventueel zouden meetellen. Nee, niet op de consequenties. Nee, zeker niet. Snap je dat? Ik bedoel, dat zien we aan het eind van het jaar wel wat daarvan komt. En voor nu richten we ons gewoon op deze wedstrijd. En daar gaat alle focus op.